Als je naar de kerk gaat, dan zie je, zeker die oude kerken, nieuwe kerken wat minder, dan zit ze gewoon achter een zo'n elektrisch orgel. Maar je hebt van die orgelpijpen, van die grote dikke buizen, en die dingen die komen in drie vormen eigenlijk. Je hebt van die, ja, dit moet een buis voorstellen, maar die is aan één kant open en aan de andere kant is die ook open. Dan heb je er eentje die is aan één kant dicht en aan de andere kant open. En smaakje nummer drie is gewoon dat die aan twee kanten dicht zit. Dan denk je, ja, dan kun je nooit aanblazen. Maar dan hebben ze hier, weet je, dat is bij die blokfluit, zit zo'n mondstukje met zo'n piepje zit eraan. En dat doen ze dan hier, geloof ik, ergens. Heel vaak maken ze al een beetje zo. Ja. Ja. Je kunt hier zo'n soort gaatje, dan kun je hem aanblazen en dan kun je hem in het willen brengen. Er zit een soort klein gaatje in. Om aan te laten blazen. Ik ben een echte orgelbouwer, dus hoe ze dat allemaal precies doen, is heel knap in ieder geval. Maar ze krijgen in ieder geval de lucht in deze kolommen, krijgen ze een trilling. Nu heb ik net een verhaal verteld over knopen en buigen en waar deze staven, zeg maar aan de buitenkant waar ze niet vastzitten, gaan ze de hele tijd zo heen en weer. En waar je ze vasthoudt heb je een knoop. Dus laten we even kijken naar een ander type golf, want de hele tijd hadden we het over die transversale golf, nu hebben we het over die longitudinale golf, zeg maar. Waar zouden er hier knopen en waar zouden hier buigen zitten? Even kijken, laten we hier pakken, deze even. Waar zou de knoop zitten? Bij het begin toch? Ja, de knoop zit op de plek van minimale beweging, want die lucht die kan hier niet meer heen en weer. Die kan niet dwars door die wand heen. Dus hier zit de knoop, hier zit de knoop. En KK mag niet, dus er moet gewoon een beetje tussen. Nou, nu ga ik iets doen wat eigenlijk niet mag, want het is natuurlijk geen transversale golf. Maar ik ga toch stiekem dezelfde vorm gaan we ook hier zo neer tekenen. Ja? Zo herkennen we hem namelijk weer. En we zien hier al, de lengte van die buis komt overeen met hoeveel lap daar? Een half. Een half. Een halve lap daar. Oké. Bij deze hier, waar zit de knoop, waar zit de buik? Goed. Waar is die knoop? Over. Laat zeggen, waar is de buik? Aan het einde. Ja, buik is simpel, hè? Buik. Waarom? Buik. Want hier is die open, dus de lucht kan gewoon zo lekker alle kanten op. Oké. Okay. Je mag geen KK naast elkaar, maar je kan ook geen BB naast elkaar. Dus dan zit er een kaartje tussen. Het gebeurt weer goed. Ik weet niet, ze breken de tent af, denk ik. Ja, dat is het. Oké, dus hier hebben we deze vorm. Wat is dit? Een X. Het is een X, maar gerelateerd aan zeg maar lambda's. Een kwart plus een kwart, weer een halve lambda. Oké, deze hier. Die begint met een knoop en een buik. Waar zit het begin bij jou? Aan de zeg maar hier, want die niet aan jou, maar de teken. De buik zit aan de overkant. Juist. Moet er nog ergens een knoop of een buik erbij? Nee, het is al klaar. Dus hier hebben we te maken met zo'n ding. Wat zeg maar een kwart. Dus die ene formule die we net hadden voor de staaf, die geldt hiervoor. En die formule die we hadden voor de snaar, die geldt voor deze twee hier zo. Ja? Ik ga eventjes voor een van deze dingen, ga ik zeg maar de eerste orde tekenen. Nou, dan heb ik een B. Dan heb ik een K, een B, sorry, een B, een K en een B. Even kijken. Dat is wel niet één. Ja? B, K, B, K, B. B, K, dat heet toch een burgerkip. Oh, nu krijgen jullie honger. Een knoop hier ook, een knoop daar ook. Oké. Bij BK denk ik altijd aan pannen. Nee. Ik niet. Dat is een pannenmerk. Een pannenmerk. Oké, op deze manier kun je hem dus verder uitwerken voor deze vorm. Je zag net dat het best lastig was om eventjes zeg maar, die vorm te tekenen, maar als je met die letters gaat werken, als ik hier een BKB heb, dan moet je er nog een stukje BK moet je er nog bij stellen. Dus twee van die letters stop je erbij. En dan krijg je dus een hogere orde. De eerste orde, de tweede orde, de derde orde. Oké. Wat zeg je? Ja. 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 Als je dit zo, of die trouwens,
gaat bekijken, nou, ik denk dat ik bij deze niet zozeer een geluid eruit krijg, maar je zou kunnen zeggen van, nou, maar als iemand hem dicht houdt, dan zou er een ander geluidje uitkomen. Nou, dat horen jullie echt zeer duidelijk. Fantastisch goeie. Ik wil jullie nog iets vertellen over wanneer kom je dit nou tegen in, zeg maar, het echte leven. Nou, dan ga ik jullie vragen om eens een keertje, als jullie een ritje maken met jullie ouders, je zit lekker op de achterbank en je rijdt, ja, als je het raam open doet, dan gaat er dus in die auto gaat er een staande golf ontstaan en dat heeft dus te maken of het raam open gaat of dat hij aan twee kanten dicht zit. Want je ziet hier dat die lengte, die komt hier overeen met een kwart lambda. De lengte komt hier overeen met een half lambda. De lambda is hier twee keer zo groot. Dus de toon is hier twee keer zo klein. De frequentie is hier twee keer zo klein. Toch? Als je allebei de ramen open hebt, zou de toon even groot zijn. Dan krijg je deze. Okay. Ja, dus dat is die staande golf. Wat was nou... Emma, wat was nou het verhaal van die schoonmaakster die de deur open liet staan? Toen ging het zwaar tegen. Ging... Oké, okay, waarom bij die oudste, die oudere schoonmaker, die oudere... Oké, deur open? Ja. Deur dicht. Precies hetzelfde verhaal als met die auto die open of niet open is. Je hebt een andere golflengte. Van de staande golf. Ja. Waardoor je dus ook een andere frequentie hebt. Dus in deze situatie had je wel 19 hertz. Die een staande golf produceerde. En bij deze produceerde hij geen staande golf. Oh ja. Dus die schoonmaakster die dan een deur open of dicht deed, die had een heel groot effect. Dus je moet eigenlijk altijd twee deuren open of twee deuren dicht? Nou ja, als je echt een naar gevoel hebt, moet je even een deurtje dicht doen. Of een raampje dicht doen. Of zorgen dat hij gewoon een naar dicht gevoel, hè? Ja, want ja. Die je Die mevrouw, of die meneer die kwam binnen en die 19 hertz, die 19 hertz die produceerde een staande golf en die kreeg dus een amplitude die twee keer zo heftig was, dus eigenlijk twee keer zo hard, maar onze oren kunnen die 19 hertz niet aan. En daardoor voel je hem wel. Is dat altijd? Die 19 hertz, dat ik dat ooit heb gevoeld. Die 19 hertz wordt verbonden met een soort van spookgeluid. Leuk. Ja, ik weet niet of het zo is. Maar is het ook als je dan je raam open doet in de auto en dan is het dan niet zo warm? Wacht even, een momentje. Wat zeg je? Is het ook als je raam open doet en eruit gaat hangen en dat je mond zo open gaat en dat het zo gaat? Ik kan je toch wel in zijn. Fuck? Yeah. Wat doe je in de auto? Als je je mond open doet. Ja, dat hij dan zo. Ja, dat lijkt me wel, want je hebt een holte, zeg maar. Dat heb ik echt nog nooit gedaan. Nou, dat kapot. Je ziet er altijd van die filmpjes, dat die mond er zo helemaal... Ja, oh nee, maar dan krijg je eigenlijk dat je wangen gaan flapperen. Eigenlijk is het gewoon een vlag die... En die wind die komt dan in je mond, die wordt dan uitgetrokken. En dan de veerkracht, ja, kan tot een bepaalde grootte kan die uitgetrokken worden. En dan veert hij weer een beetje terug. Perst weer de boel eruit en dan komt er weer nieuwe lucht. En dan... Ik denk dat het net even een ander mechanisme is. Yes, dat was hem. Dankjewel.